Ja, Sony laat de afgelopen tijd zien dat ze echt streven naar de top. Als we kijken naar alleen al de reviews van de laatste camera's, ja, die liggen er niet om. Maar ja, een camera is gewoon net zo goed als het objectief wat erop zit. En daarom timmert Sony hard aan de weg om ook hun objectieven te matchen aan die goede kwaliteit camera's. Nou, gelukkig gaan we vandaag kijken naar de nieuwste, de 24mm f1.4 G-Master. De belofte van Sony is dat ze waanzinnige f1 resolutie bieden in een hele compacte prime lens. Ja, en een hele goede plek om de scherpte en de lichtgevoeligheid van deze lens gaan testen, gaan wij vandaag naar de Oude Kerk in Amsterdam. Ja, 24mm is toch een brandpunt dat heel populair is bij landschapfotografen, evenementenfotografie of een dagje van straatfotografie. Ja, en toch hebben we dat al die tijd moeten doen met een Sigma of met een Samyang. Want ja, Sony had niet voor de full-frame sensoren een prime 24mm. Nou, het heeft even geduurd, maar gelukkig hebben we dan nu echt ook gelijk een G-Master lens. En vergeet ook zeker de videografen niet. Veel videografen werken, hè, met de populariteit nu de laatste tijd van de A7-lijn, veel met de A7. En dan is het toch mooi dat toch zo'n Essential als een 24mm nu ook beschikbaar is, native van Sony zelf. Ja, we hebben het natuurlijk over een G-Master lens, hoge kwaliteit. Maar hoe hebben ze dat gerealiseerd? Nou, het is een hele compacte lens, zoals je kunt zien. 445 gram. Als je het even vergelijkt met de Sigma variant, dan zit je op 665. Dat is behoorlijk. Dat is echt een stuk kleiner. De diameter is ook een stuk kleiner met de 67mm filterdraad. Dus echt lekker compact. Toch wel robuust gebouwd. Ja, en toch zit er veel kwaliteit in. Het is niet voor niets een G-Master. Hij is opgebouwd door 13 elementen, verdeeld in 10 groepen. Nou, daarbinnen hebben ze 3 low, extra low dispersion elementen en 2 extreme asferische elementen. Nou, wat doen die asferische elementen? Die zorgen ervoor dat je bokeh kwaliteit natuurlijk heel mooi is, maar vooral die kwaliteit in de resolutie, in de scherpte van rand tot rand. Daar is die voor. En dan hebben we de extra low dispersion elementen en die zorgen ervoor dat je chromatische aberraties worden teniet gedaan. En daarnaast hebben ze het objectief ook voorzien van nano AR coating om flaring tegen te gaan. Ook is het zo dat het frontelement is voorzien met fluorine coating. Dat zorgt ervoor dat hij echt vetafdrukken, vingerafdrukken, waterresistant is. En zorgt er ook voor dat je gewoon je frontelement makkelijker schoon kan houden. Ook heeft het objectief een nieuwe autofocus motor, de Direct Drive SSM motor. Deze zou 3 keer krachtiger moeten zijn dan het voorgaande model. En daarnaast is het ook zo dat als je met een manual focus gaat werken, dat de manual focus ring nu met een linear response werkt. Dat zorgt er dus voor dat de snelheid eigenlijk niet uitmaakt. En dat werkt gewoon ideaal, vooral bij videografie, voor een mooie focuspool. En ga je met korte scherpstelafstanden werken, dan kan dat. Met dit objectief kan je tot 24 centimeter dichtbij scherpstellen. Ja, en over mooie onscherpte gesproken, je krijgt een heel mooi bokeh. Want deze heeft namelijk 11 diafragmabladen. Lekker mooi rond, zeker mooi rond, tot f2.8. Ja, en daarbij heeft hij ook nog de... Ja, diafragma ring direct op je objectief. Heel gaaf. Je ziet meteen wat het doet en je hoort de klik. Maar die kun je uitzetten voor video ideaal. Wat zijn eigenlijk de bevindingen van dit objectief? Als we gaan kijken naar de kwaliteit, de lensbouw, die voelt heel goed aan. Het is lekker degelijk, heel robuust gebouwd. Die knoppen zitten echt op de juiste plek. Ik vind het heel fijn dat je snel bij de schakelaar van de AF-MF kan. De functiebutton, daar kun je ook heel makkelijk bij. Het zit perfect geplaatst bij de duim. Ja, de knop voor het klik en die klik, ja, die had misschien wat hoger gekund. Maar ja, dat is een dingetje wat je niet heel vaak gebruikt. Kijken we verder naar de autofocus snelheid. Ja, die is gewoon lekker snel. Ik heb hem dus vandaag getest met de A9. Die is super snel. Ja, en als je dan kijkt hoe die focus bijhoudt, ja, fantastisch. Ook de AIF, dat werkt gewoon fantastisch. Pakt hem gewoon. Dus ja, daar is helemaal niets aan op te merken. Je ziet gewoon dat hij inderdaad een goede autofocus motor heeft. Gaan we kijken kritisch naar de beeldkwaliteit. Ja, dan staan we behoorlijk versteld van de kwaliteit die eruit komt. Het is natuurlijk een G-Master lens, maar gaan we kijken naar de aberraties. Ja, dan zien we het volgende. We zien hem op f1.4, volledig open. Ja, zie je op het moment dat je helemaal inzoomt, zie je wel die chromatische aberratie. Je ziet dus die groene en die paarse outlines. Ja, dat heb je eenmaal als je hem helemaal wide open schiet. Dat is helemaal niet raar. Dat is altijd te verwachten. Alleen het is mooi om te zien dat hij bij f1.4 zo subtiel is. Het is bijna niet te zien. Je gaat echt inzoomen om hem te kunnen zien. En bij f2.2 zie je hem eigenlijk al zo goed als niet meer. Bij 2.8 al helemaal weg. Dus dat is echt indrukwekkend.
Nou, vertering is zeker wel aanwezig. Op F1.4 zie je hem duidelijk. Bij 2.8 zo bijna weg en bij 4 is hij helemaal weg. Scherpte is in het midden goed scherp, helemaal open, mooi scherp. Dat gaan we helemaal kijken in de hoek. Ja, dan zien we op een gegeven moment wel bij 2.8 dat hij wat scherper wordt en 4 is hij rag scherp. Maar eigenlijk al bij 2.8 dat hij mooi scherp is. Dus dat is heel indrukwekkend dat hij helemaal in de hoek 2.8 mooi scherp is. Flare, ja, flare is duidelijk wel aanwezig. Maakt niet uit op welk diafragma je schiet, er is een duidelijke flare aanwezig op het moment dat je helemaal vol tegen de lichtbron in gaat werken. Ik heb hier geschoten op 1.4, op 2.8, je ziet gewoon de flare aanwezig. Het mooie is ook, er zit een stukje karakter in, want als je gaat werken met een diafragma vanaf 8 en hoger, dan zie je een hele mooie stervorming ontstaan. Ja, en dat is wel heel erg gaaf. Gaan we kijken naar de vertekening. Het is wel een wide-angle lens, 24 mm. Maar die is wel goed. 24 mm, je ziet gewoon geen vertekening. Als ik je foto laat zien, dan moet je weten dat hij 24 mm groot is. En dan ga je er naar zoeken, want anders zie je het gewoon niet. Ja, wat ook goed is om te zien, is dat hij op f1.4 dus ook echt genoeg contrast heeft. Dus je kunt hem mooi gebruiken op f1.4. Je hoeft niet per se naar 2.8 of naar 4 te gaan om meer contrast te krijgen, want dat is gewoon op f1.4 aanwezig. Dan gaan we kijken naar de kwaliteit van de bokeh. Ja, die is echt heel goed. Mooi zachte achtergronden, mooi verloop ook van scherp naar onscherp. Ja, en die bokehballen die zijn mooi rond. Gaan we ze helemaal in de hoek plaatsen, dan zie je ze een klein beetje hun ronding ja, verliezen. Maar dat is zo subtiel dat bij een f1.4 24 mm, ja, dan is dat gewoon heel erg goed. Ja, al met al de 24 mm, G-Master titel waardig zeker. Hele mooie kwaliteit en heel compact. Past perfect bij de A9 en de A7 lijn. Dit was er weer de review. Wil je meer van onze reviews zien? Abonneer op ons kanaal en dan zie je de volgende keer weer.